Goedemorgen, Noja. Vandaag is Sophie naar de klas gekomen om te filmen. Ze is mee komen filmen, maar ze is ook de kinderen natuurlijk komen filmen. En het is dan de bedoeling dat we daarna met de beelden die ze gemaakt heeft samen rond de tafel gaan zitten. Met de bedoeling eigenlijk om daar dan iets uit te halen wat ik daarna dan kan gebruiken in mijn klaswerking. Ik sta al 25 jaar voor de klas. Het mislukken bij mij ook dingen en de ene dag is ook de andere niet. Je kan altijd iets leren. Dus ja, ik ga zien wat het brengt. De meerwaarde van videocoaching is eigenlijk dat je echt eens zelf een vlieg kan zijn in je eigen klas. En hierdoor creëert het een soort ruimte om beter na te denken over de zaken, om te reflecteren. En dat is heel erg verrijkend. Ik heb in de les 2 iPads opgesteld om mezelf daarmee te filmen. En dan heb ik die opgestart op momenten dat ik dat zelf wou. Niks spreekt zo hard aan dan beelden. Je hebt geluid, je hebt beweging van alles. Van hoe je het echt in die klas aan toe gaat. En er is niks zo zinvol dan jezelf bezig te zien. En dan die confrontatie aangaan met jezelf. Ik heb in mijn les filmpjes gemaakt en ik ben hier dus nu aan het bekijken hoe dat mijn les eigenlijk gegaan is. Ja, dat is confronterend omdat je jezelf bezig ziet en dat je ziet waar je fouten nog liggen soms. Maar natuurlijk kun je dan daar weer uit leren. En als wij willen, kunnen we dat delen met Steve, onze coach. Zij zijn eigenaar van die beelden en ze hebben dus vrij de keuze om 's avonds te bekijken thuis en te zien van ja, wil ik dit fragment met een collega of met een coach delen of hou ik dit nog liever voor mezelf? De fragmenten die ik deel met mijn coach zijn vaak de fragmenten waar ik toch zeker een vraag bij heb. Of één waar ik trots op ben van kijk, vorige keer heb je mij daarbij geholpen en nu is dat wel gelukt op die en die manier. Hallo. Hallo. Vandaag houden we het coachingsgesprek. Ja. Vorige week ben ik komen filmen. Mm-hmm. En vandaag gaan we samen kijken, samen observeren. Het is goed. Ik ben al een keer benieuwd weer wat er te zien is. Als coach volg je eigenlijk een stukje de initiatieven van de leerkracht. Dus als de leerkracht begint te lachen of iets aanduidt op beeld, dan kiezen we ervoor om dan eigenlijk het beeld even stop te zetten en daarop in te gaan. Dus eigenlijk zouden ze allemaal een keer moeten kunnen verteld hebben. Mm-hmm. Of, ja, eigenlijk moet ik daar misschien wel een keer op zoeken. Die persoon komt niet om je te beoordelen of om je te controleren. Die persoon komt gewoon om met u op weg te gaan. Er moet daar geen verantwoording gegeven worden. We kijken gewoon samen en zij vraagt wat doet dat met u. Maar zij zegt niet. Ik vind dit over dat beeld. Nee, we kijken samen en we kijken samen wat eruit te halen is. Had je dat moment zelf gezien? Nee, dat valt mij nu op. De beelden zorgen er inderdaad voor dat de leerkracht dingen kan zien die ze anders niet ziet. Dus wij kijken naar wat de kinderen ons vertellen. Wat vertellen ze ons via hun gedrag? Wat zeggen ze in interactie met de kinderen? Wat zeggen ze in interactie met de leerkracht? Dus die videobeelden die zijn heel rijk, omdat dat, ja, dan alleen kun je echt zelf zien hoe je bezig bent. Ben ik daarom een betere juf? Dat denk ik nu niet. Ik ben misschien wel een bewustere juf. Voilà, zeg, ik merk dat je 2 fragmenten met mij gedeeld hebt. Ja. En ik wou eens horen, je kiest zelf welke van die 2 dat je zou willen bespreken. Wij bekijken samen het filmpje en ik mag zelf op stop zetten wanneer ik wil, als ik iets gezien heb waar ik een vraag bij heb. En als ik zo met 1 tafel bezig ben, ben ik ook vaak niet bezig met die andere tafels en dan hou ik die minder in de ogen. Ja. Vaak ga je dingen interpreteren tijdens je les en nu kan je ook extra dingen zien die je niet gezien hebt of kan je pas zien wat je echt gedaan hebt. Ook al dacht je dat je het anders had gedaan of had je het anders bedoeld. En ik wil gewoon aangeven hoe knap dat is, dat je die interventie beperkt kunt houden tot 1 à 2 minuten. Ja. Snap je? Ja. Zeker mijn taak om vooral dat waarderend coachen op gang te brengen. Maar wanneer mensen zich gewaardeerd voelen, gaan ze zich veilig voelen.
En wanneer ze zich veilig voelen, gaan ze meer risico's durven nemen. De vorige keer ben ik het coachingsgesprek met een goed gevoel buiten gegaan, omdat ik het gevoel had dat ik toch heel veel ook goed had gedaan en dat ik wat tips heb gekregen om mijzelf zekerder te voelen. Voor leerkrachten die er al even lang voor staan of mee, zou ik zeggen, doe het gewoon eens. Het brengt eigenlijk alleen maar iets positiefs met zich mee. De videocoaching kan zeker gebeuren door iemand van binnen de school. Belangrijk is dan wel dat die persoon op dat moment niet de leerkracht gaat evalueren. Er moet een soort van veiligheid zijn binnen het gesprek en binnen de coaching. En ook open, zonder oordeel, kan kijken naar de beelden en samen kan groeien. Omdat mijn eerste jaar is, is het vaak nog proberen en ontdekken, werkt dit of werkt dit niet. Leerkracht zijn, dat is ook leren. En dat is levenslang leren. Dus voor iedereen is het zo nuttig om je eigen functioneren steeds in vraag te stellen, ook al denk je dat alles vanzelf loopt. Het is niet alleen de focus op bijleren, maar het is ook gewoon echt fijn. Je wordt een stukje gewaardeerd in de dingen die je doet. Dus dat maakt mensen ook wel vaak heel blij en trots. Wat ik uit die eerste videobeelden vooral op het einde het gevoel had, was van amai, ik doe mijn job eigenlijk wel nog altijd graag.